ik u mijn favoriete boek uit de Duitse literatuur is Julia Frank, De Middagvrouw. Dat is een schitterend boek. Dat gaat in feite over een familiegeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Het toont ook aan wat een ontzettende drama's er gebeurd zijn in Duitsland door die oorlogen. De eerste, dus de nasleep van de Eerste Oorlog, dan dat opkomend fascisme en hoe een vrouw daarin zich sterk probeert te houden, zelfstandig een kind opvoedt, maar dan finaal op het einde van de oorlog eigenlijk een verkeerde beslissing neemt. Het is een heel aangrijpend boek, ik heb het ook zo graag gelezen. Het is zo mooi geschreven en ik kan er eigenlijk niks aan toevoegen. Het is een prachtig verhaal en het is prachtig geschreven.